De NV Energiebedrijven Suriname, EBS, heeft de tarieven voor energie per 1 september verhoogd met 10%. Het basistarief voor huishouden met één fase stroom staat nu op 126 SRD en 50 cent. Personen die maandelijks 400 kWh of minder gebruiken kunnen zich tot 1 april 2023 aanmelden om in aanmerking te komen voor het overbruggingstarief. In het persbericht staat dat de verhoging van de tarieven het gevolg is van gemaakte afspraken met de overheid. De kustwacht van Suriname heeft vrijdag geholpen bij het planten van mangrovebomen aan de Brantimakkaweg, de weg naar zee. Daar is professor Naipaal al jaren bezig met het herplanten van mangroven als een duurzame manier om de kust te beschermen tegen klimaatsinvloeden. De mangroven beschermt tegen landverlies en helpt golven afbreken, waardoor overstromingen worden voorkomen. Tijdens de activiteit zijn er 113 jonge bomen geplant.